We zijn intussen al een heel stuk verder aan de verlengde Herenweg. Waar het nog steeds regent, maar gelukkig wordt het al wat beter. Dus straks kan de paraplu waarschijnlijk af. Dit prachtige gebouw hierachter is gebouwd in 1895 voor de toenmalige burgemeester van Zuidbroek. Het heet Hilgensteden, maar hoe komt het nou aan die bijzondere naam, Heilige Steden? In 1482 werd ingebroken in een kerk vlakbij Aerdewaard. De dief nam 2 kelken en een hostievaas mee. Hij vluchtte en gooide deze hier in de sloot. Maar het belangrijkste waren 3 hosties, gewijde hosties, sacramenten. Op zijn vlucht gooide hij de kelken en de hostievaas in de sloot. Maar de belangrijkste waren de 3 hosties zelf, gewijde hosties, die hij in een doek wond, een linnen doek, en diep onder de grond begroef. Op zijn vlucht werd hij gepakt en hij bekende zijn misdaad. De hosties werden daarna overgebracht naar de Martinikerk, waar al in 1486 genoteerd werd dat daar inkomsten van kwamen, van pelgrims dus. Later zijn de hosties hier teruggebracht. Op deze plek werd ter ere van de hosties een kapel gebouwd waar deze jaren vereerd werden. Tot 1643 was dit in ieder geval een bedevaartsplaats. Want toen is er een aantekening gemaakt dat hier nog na de reformatie heilige missen werden opgedragen, wat niet mocht.